Hallo, welkom bij een nieuw videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar het onderwerp druk. En wat is nu druk? Druk is de hoeveelheid kracht die je op een bepaald standaard oppervlak uitoefent. En dat klinkt natuurlijk al gelijk heel erg moeilijk, heel erg duur. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Namelijk, stel je voor je hebt een punaise. En die punaise, daar ga je op drukken met je vinger. Nu ben ik heel slecht in vingers tekenen, dus doe maar eventjes alsof dit een vinger is. Hop. Daarmee drukken we op die punaise. En stel je zou zeggen van, oké, we drukken met een kracht van 10 newton op de punaise. En de punaise heeft hier een oppervlak van 1,5 vierkante centimeter. Dan kun je dus zeggen van, oh, dan is de druk dus 10 newton per 1,5 vierkante centimeter. Nu is dat waardeloos vergelijken. Dus we kunnen ook in één keer zeggen van, oh, weet je wat, we gaan het gewoon leuk delen. En we zeggen, oh, dat is gewoon 10 gedeeld door 1,5. En dan hebben we hier een druk van 6,7 newton per vierkante centimeter. Dat is in principe alles wat druk is. Je gaat gewoon kijken hoe groot is de kracht ergens op. En je gaat kijken hoe groot is het ding waar de kracht op wordt uitgeoefend. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van, nou, stel iemand die staat en die staat ergens op de grond. En nou, we zeggen even voor het gemak, die heeft een massa van 60 kilogram. En die heeft twee voeten. En een voet, nu moet ik zelf eventjes snel schatten, is zo'n 10 centimeter bij 30 centimeter. Dus die heeft twee voeten van totaal 2 keer 30 keer 10. Want zijn twee voeten is 600 vierkante centimeter. Dan kun je dus zeggen, als die persoon gewoon op twee benen staat, is zijn druk op de grond kracht gedeeld door oppervlak. En 60 kilogram is niet de kracht, let er even op. 60 kilogram levert een zwaartekracht van m keer g. Dus op aarde 60 keer 9,8, als we hem even afronden. En dan hebben we dus 60 keer 9,8 is, even kijken, 588 newton. Dus dan hebben we een druk van 588 newton per 600 vierkante centimeter. En dat is dan een druk van 0,98 newton per vierkante centimeter. Goed, ik ben Willem van Forberta.nl. Ik hoop dat je iets in deze uitleg gehad hebt. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.